Shit, zei Osman tegen mij toen ik hem in 2009 sprak in Kanaren Eiland. Boze oude witte mannen in pak, riep Fatma in 2016 in een klaslokaal in Slotervaart. Ze gaven allebei antwoord op de vraag die ik al jaren stel als ik jongeren spreek voor mijn onderzoek. Wat is het eerste waar je aan denkt als je het woord politiek hoort? Er zaten 7 jaren tussen de gesprekken die ik voerde met Osman en Fatma. Bovendien ontmoette ik hen in een heel verschillende setting en leidde ze hele andere levens. Osman sprak ik in een speeltuintje waar hij vaak met zijn vrienden rondhing omdat hij in het buurthuis niet naar binnen mocht. Hij sliep in een leeg appartement in een flat die op de slooplijst stond omdat hij bij zijn moeder ook al niet naar binnen mocht. Zelf stond hij op de top zoveel lijst van criminele risicojongeren van de gemeente Utrecht. Hij ging niet naar school, had altijd rode ogen van de wiet en belde me soms 's nachts uit mijn bed met een onsamenhangend verhaal vol ongepaste opmerkingen. Fatma sprak ik tijdens een workshop in het kader van een summer school over mensenrechten voor getalenteerde studenten. Ze had de summer school nog net in haar agenda weten te passen tussen het afronden van haar bachelor rechten en de start van een stage bij een groot advocatenkantoor in New York. Osman en Fatma kunnen gemakkelijk in 2 uiterste hokjes geplaatst worden. Die van kansarme risicojongeren en veelbelovend toptalent. Wat beiden als kinderen van migrantenouders met elkaar gemeen hebben, is dat zij de toekomst van Nederland willen uitmaken, omdat ze zich in heel hun hybride identiteit het meest met dit kikkerlandje verbonden voelen. Tegelijkertijd voelen ze zich behandeld als tweederangs burger en hebben ze regelmatig te maken met discriminatie en racisme. Wat ze ook met elkaar gemeen hebben is dat ze een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben en een sterke politieke mening. Ze maken zich druk over segregatie in het onderwijs, over stijgende zorgkosten, over inkomensongelijkheid, over gentrificatie. Al noemt Fatma dat wel zo en zegt Osman gewoon, wij moeten weg voor die juppenhuizen. Over de bezetting van Palestina en de oorlogen in het Midden-Oosten, over de opvang van vluchtelingen. Over etnisch profileren door de politie. Dat noemen ze wel allebei zo. Tegelijkertijd zeggen ze zelf dat ze niks hebben met politiek. Ze zijn niet van plan om te gaan stemmen en lachen schamper om die poppenkast in Den Haag. Daarbij maken ze geen onderscheid tussen linkse of rechtse politici. Wat hen betreft is het allemaal één potmat. Osman en Fatma vertegenwoordigen een generatie die een grote kloof ervaart tussen henzelf en de politiek. Wat me opviel in de gesprekken die ik voerde met hen en hun leeftijdsgenoten was de intuïtieve connectie die gelegd werd tussen het woord politiek en de mensen die er in de institutionele wereld hun brood mee verdienen. Dat politiek handelen ook buiten de formele structuur van het electorale systeem kan plaatsvinden kwam vaak pas heel wat later ter sprake. De meeste jongeren leken politiek vooral te associëren met een establishment dat zichzelf graag op het plus houdt. En niet met activisme, sociale bewegingen, verzet of andere praktijken waarmee mensen die zich niet professioneel met politiek bezighouden hun belangen behartigen. Ook de generatiekloof kwam in hun idee van de politiek sterk naar voren. Met haar opmerking roept Fatma het beeld op van de zelf ingenomen babyboomers die al lang hun stuk van de cake hebben gehad, maar ook nog de kruimels van andermans bord willen eten. Dat ze behalve het geslacht ook de huidskleur van de politieke elite benoemt, is niet voor niets. Voor jongeren van kleur en jongeren uit migrantenfamilies lijkt de afstand tot de politieke praktijk het grootst te zijn. Zij zien zich het minst van alle jongeren gerepresenteerd in Den Haag en hebben het meest het gevoel dat hun alledaagse zorgen en behoeften over het hoofd worden gezien. Dit gebrek aan vertrouwen in de politiek wordt bevestigd door onderzoek. In 2002 stelde het Sociaal Cultureel Planbureau al dat jongeren wel interesse hebben in maatschappelijke vraagstukken, maar daarvoor liever niet het woord politiek gebruiken, omdat dat een slecht imago heeft. De opkomstpercentages bij de laatste 4 Tweede Kamerverkiezingen laten zien dat zo'n 30-40% van de jongeren tussen de 18 en de 25 jaar niet stemt. Tegelijkertijd laten vooral jonge Nederlanders van kleur en jongeren met een diverse culturele achtergrond op nieuwe manieren hun maatschappelijk engagement blijken. Te denken valt aan buitenparlementaire initiatieven zoals acties tegen Zwarte Piet of tegen etnisch profileren door de politie. Maar Streetwise jonge Nederlanders verzetten zich niet alleen tegen precariteit, uitsluiting, racisme en islamofobie middels het actierepertoire van sociale bewegingen. Ze doen dat ook door middel van persoonlijke stijl, bijvoorbeeld in het geval van de Natural Hair Movement, of in de populaire cultuur in de vorm van vlogs, raps en spoken words.
Anderen verzetten zich op meer confronterende wijze tegen onrecht en marginalisering. Bijvoorbeeld tijdens de rellen in Zwolle na de dood van Mitch Henriquez in de Schilderswijk. Of in kraakacties die de stedelijke ruimte op onverwachte manieren politiseren. Dergelijke acties leiden soms tot een politieke ontregeling die nodig lijkt om de vastgeroeste institutionele politiek op een nieuw pad richting sociale rechtvaardigheid te brengen. Hoe uiteenlopend ook, wat deze voorbeelden met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal spreken van een verlangen naar emancipatie van jonge mensen die zich niet erkend voelen als volwaardig lid van de Nederlandse samenleving. Hun politieke engagement kan zowel letterlijk als figuurlijk gevat worden onder de term straatpolitiek. Veel speelt zich af op straat, in de grootstedelijke publieke ruimte, het domein waar de aanwezigheid van jongeren vaak in het oog springt en waar ook snel een confrontatie met de gevestigde orde ontstaat. Andere voorbeelden spelen zich niet letterlijk op straat af, maar kunnen wel gezien worden als een manier om figuurlijk de straat op te gaan. Om publieke ruimte en recht van spreken op te eisen voor jongeren die zich op het Binnenhof niet gehoord voelen. Jonge mensen die niet passen in het beeld van de goede burger, laten op onorthodoxe wijze van zich horen omdat ze binnen de gevestigde kaders van het maatschappelijk en parlementaire debat geen recht van spreken hebben. Ze zijn vaak tegelijkertijd maatschappelijk betrokken en burgerlijk ongehoorzaam. Hun acties geven blijk van een sterk rechtvaardigheidsgevoel, maar gaan soms in tegen de wet en vaak tegen de publieke moraal. Straatpolitiek kan als niet statisch gekenmerkt worden, in de zin dat het niet gericht is op de staatspolitiek en in de zin dat het dynamisch, tijdelijk, vaak lokaal, soms versnipperd, soms divers en meestal niet hiërarchisch van aard is. Het zijn informele praktijken die ingaan tegen de regels van het geëikte politieke spel. Soms veroorzaken ze alleen een ontregeling van de bestaande orde, maar soms ook ontstaat een politieke praktijk die naar eigen regels is vormgegeven en de oplossing lijkt te willen bieden voor wat de overheid nalaat. Soms gaat het om een schreeuw om erkenning in het institutionele domein. Soms om het experimenteren met een alternatieve inrichting van de samenleving. Het is de vraag hoe een politieke beweging of organisatie die zich links van links wil opstellen relevant kan worden voor jongeren die nu vooral door middel van straatpolitiek van zich laten horen. Die vraag is vooral belangrijk als het gaat om jongeren die niet alleen een gebrek aan vertrouwen hebben in de institutionele politiek, maar ook niks hebben met meer traditionele vormen van activisme. De recente sociale bewegingen zoals de antiracismebeweging en de studentenbeweging worden bijvoorbeeld voor het grootste deel door hoogopgeleide jongeren gedragen. En sommige jongeren identificeren zich niet met de vakbondsstrijd omdat loonarbeid geen of een minimale rol speelt in hun leven. Hoe bereik je en betrek je jongeren die wel de straat op gingen toen Mitch Henriquez overleed en die luisterden naar rappers als Abba, Gikkels, Fresco en Kamp Rauw, maar zelf zeggen dat politiek niks voor hen is? Ik heb een aantal gedachten die ik wil delen als aanzet tot een gezamenlijke zoektocht naar een antwoord. Ik ga een beetje chargeren. Voelt u zich niet beledigd? Ontwikkel een politieke agenda die meer gericht is op gelijke kansen en rechtvaardigheid dan de agenda van zogenaamd linkse politieke partijen. Zet daar onderwerpen op die relevant zijn voor jongeren, zoals etnisch profileren door de politie, islamofobie, het gebrek aan doorstroommogelijkheden in het onderwijs, schuldenproblematiek en jeugdwerkloosheid. Maak deze thema's niet alleen bespreekbaar, maar formuleer ook concrete en haalbare oplossingen waar op korte termijn aan gewerkt kan worden. Ga vervolgens met dat oprecht progressieve verhaal de straat op en blijf niet discussiëren in een zaaltje van het Ieren, hoe leuk dat ook is. Organiseer een keer iets in het hiphophuis in Rotterdam of in het stagehuis in Schilderswijk. Nodig jezelf uit bij Funnings Radio en zoek de samenwerking op met organisaties als Easy Solutions in de Bijlmer of Stichting LML in Kanalen Eiland. Blijf binnen je eigen beweging of organisatie constant alert op representatie en transparantie. Er zijn genoeg Marokkaans-Nederlandse, Somalisch-Nederlandse, Turks-Nederlandse en Afghaans-Nederlandse organizers onder de 30 met een politieke visie die een supportnetwerk kunnen gebruiken en ideeën en ervaringen willen uitwisselen met anderen die progressieve idealen hebben. Zorg er daarbij voor dat degene met de meeste privileges en het meeste kapitaal, of dat nu cultureel, sociaal of materieel is, niet automatisch de meeste spreektijd of een leidersrol krijgen.
Wees kritisch en idealistisch, maar niet intellectualistisch, moralistisch of dogmatisch. Ga discussies over seksisme en homofobie niet uit de weg, maar ga niet met het vingertje zwaaien als jongeren naar boef luisteren. Kap het gesprek of de samenwerking niet af als iemand niet weet wat de term intersectionaliteit betekent, niet aan Marx of Fanon refereert of niet voldoet aan de linkse checklist die je zelf belangrijk vindt. Jongeren die uit eenoudergezinnen uit de Bijlmer komen vinden een dik betaalde baan scoren soms belangrijker dan het omverwerpen van het kapitalisme. Probeer jongeren niet jouw vorm van emancipatie op te dringen, maar laat ze zichzelf op hun eigen manier emanciperen. Sommige jonge feministen zijn geen fan van de Dolomina's, maar wel van hoofddoekvlogster en Dolce & Gabbana model Ruba Zai. Verval niet in jargon, maar appropriëer ook geen taal of stijlvorm die je niet eigen is. Ga niet zoals Donner een rap opnemen als je eigenlijk niet mee kan praten over Rico en Badder. Kort samengevat hoop ik dat een politieke beweging die links van links is als katalysator zou kunnen fungeren van een brede Nederlandse burgerrechtenbeweging die verschillende progressieve issues met elkaar verbindt. Dat vereist naast een duidelijke koers en veel organisatietalent ook een dosis streetwijsheid. Om met een flauwe woordgrap af te sluiten, een politieke beweging met oog voor een progressieve toekomst mag de wereld van staatspolitiek niet links laten liggen. Thank you.